Goedemorgen, word je al helemaal gek van mijn kerstmuziekje? Nou ja, het blijft er gewoon de hele vlogmas in, want ik word er vrolijk van. Het is zondagochtend, het is 9:15 en ik ga Rashida ophalen om te gaan sporten. We gaan deze keer sporten bij Sportreed, gewoon mijn eigen vertrouwde sportschooltje. Ik wil namelijk vandaag benen trainen en ik vind benen trainen bij Basic Fit dat... wil niet. Het is vaak veel te druk. Ik kan dan geen squat rack bemachtigen. Ik voel me niet prettig. Kortom, ik train gewoon veel liever benen gewoon op mijn eigen sportschool. Sven die is gaan golven. Die had om 8 uur de wekker staan en vandaar. Ik was ook gewoon wakker. Dus ik dacht, ja, ik kan nu nog blijven liggen. Gewoon omdat het zondag is. Maar ik heb wel zin om te sporten. Dus we gaan Ras ophalen en naar de sportschool. Sport. En nu neem ik even 2 crackers. Eentje met huttenkezen en eentje met pindakaas. Want voor de sporten had ik alleen maar kwark en een banaan. En dat vind ik een beetje weinig als ontbijt. Dus nu eigenlijk deel 2 van mijn ontbijt. Ook al is het al, nou het is 11:15 ongeveer. Dat je dan na het sporten besluit om even op de bank te gaan liggen om 1 vlogje te kijken. En dat je denkt, na dat ene vlogje dan ga ik douchen. Nee hoor, het is inmiddels 12:00. Ik lig al een uur hier heerlijk op de bank vlogs te kijken. Ik ben momenteel bezig met die van Teske. Als je Teske nog niet volgt, zeker even doen. Is hartstikke leuk om gewoon te kijken. Maar ik wil toch echt straks gaan douchen, want anders dan krijg ik het koud. En ik vind het douchen altijd even lekker. Dus let's go, schop onder mijn kont, douchen. Nu. Oké. Ik heb nog niet gedoucht. Want ik zag deze 2 enorme dozen staan. Big. En het leek me leuk om die eerst even uit te pakken. Want ik wil ze met jullie delen. Maar ik wil ze ook heel graag uitpakken. Dus dat ga ik doen op video. Ik heb een samenwerking met Sasha. En Sasha is een schoenenwinkel. Je kent het vast wel. En daarom mocht ik voor hun wat uitzoeken. En dat vind ik zo leuk. Dus dankjewel Sasha. Top. Ik ga eens even met jullie kijken wat ik heb uitgezocht. Allereerst een tas en ik ben hier echt heel blij mee, want zoals jullie misschien wel weten, heb ik al eerder laten zien, ik heb een Michael Kors tasje, maar die is net een beetje aan de kleine kant en soms wil je gewoon wat meer meenemen. En ik had niet echt een fijne grote tas die je ook om je schouder kan doen, er zit een schouderband bij. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Enige kleine minpuntje is voor mij dat het een gouden rits heeft en ik had hem liever zilver gehad, maar ik vind het bij deze nog wel heel erg meevallen. Ik vind het geen lelijk kleurtje goud. Hierachter zit ook nog een ritsje. Dus ik ben hier super blij mee. Allereerst een paar basic loafers. En deze kan ik nu natuurlijk niet aan. Maar ze waren nu in de aanbieding. En ik dacht, dat vind ik echt heel fijn voor in de zomer. Deze weet ik dat ze gewoon heel lekker zitten. Er zit een beetje een footbed in. En ja, ik draag dit soort schoenen gewoon best wel vaak in de lente en in de zomer. Dus ik vind ze fijn om ze al te hebben. Basic, zwart. En ze zijn dus nu in de aanbieding. Dus als je kijkt op de webshop, zie je ze vast nog wel. Dan nog een paar schoenen. Dat zijn deze enkellaarsjes. En die vind ik echt heel erg leuk. Ze hebben hier een soort van sierritsje. En aan de andere kant zit een rits om ze echt mee open te maken. En ik vind het echt een perfecte combinatie van stoer, maar toch wel netjes. En ik zou dit dus zeker naar mijn werk. Ik vind het altijd fijn om even een hakje te hebben. Dus ik zou deze, vind ik perfect om naar mijn werk aan te hebben. Ook een mooi cognac kleurtje. Die heb ik een tijdje gehad, zulke schoentjes. Maar ik had ze niet meer. Die waren af. Dus deze ook echt mega blij mee.
Dan twee paar oorbellen. Ik zal even dichterbij komen, zodat je het kan zien. Kijk, hier zijn, ik hoop dat je het goed kan zien. Dit zijn hele kleine ringetjes en er zitten kleine maantjes aan. En ik heb nog wat grotere ringetjes en daar zit dan een driehoekje aan. Ja, hij stelt scherp. Deze lijkt me ook wel leuk om ze misschien bij elkaar te dragen. Maar dat moet ik nog even kijken of dat leuk is. Want ik heb twee gaatjes in ieder oor. Dus het lijkt me misschien leuk om te combineren. Dan een ketting, namelijk deze choker. Ook weer met een maantje eraan. En ik ben denk ik de enige vrouw in Nederland die nog geen choker heeft. Dus die kon niet aan mijn sieradencollectie ontbreken, vond ik. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan een veel langere ketting met verschillende laagjes. Kijk, hier hangt een soort van steen aan. En er zitten ook kortere laagjes aan. Hij is best wel heel lang. Maar ik denk wel dat ik het leuk vind. Vooral bij een basic shirtje. Deze was ook in de aanbieding. Uiteindelijk, hij was van 19 euro afgeprijsd naar 5 euro. En ik vond het wel heel leuk met een klein beetje groen accent van het steentje. Dus ik ga... Ja, deze vind ik ook leuk. En dan denk ik hetgeen waar ik het meest blij mee ben. Dat zijn deze schoenen. En oh, ik vind ze zo tof. Ik denk dat dit iets is wat je of verschrikkelijk vindt of heel erg leuk. Maar ik vind het echt heel vet. Hier zitten buckles aan. Ik ben zo slecht in het omschrijven van schoenen en kleding. Maar goed, een aantal dikke gespen eroverheen. En er zit verder gewoon een ritje in waarmee je hem open kan doen. Dat is lekker makkelijk. Maar ik vind het echt ook lekker stoer. En zeker bij bijvoorbeeld een skinny jeans staat dit denk ik onwijs gaaf. Dus ik kan niet wachten om deze baby's te dragen. Dat was wat ik besteld had. Ik ben echt helemaal gelukkig met al mijn nieuwe dingetjes. Sascha, nogmaals super bedankt. Ik zal de link naar de webshop ook even in de beschrijving zetten. Zodat als jij ook een van deze dingen wil kopen, dat je weet waar je ze vandaan kunt halen. Oké, lunchtijd. Ik heb een salade gemaakt met gerookte kip en kidneyboontjes. En ik heb een mega fles met water. Omdat ik even wat meer water wil drinken. Ook na het sporten vind ik dat altijd wel fijn. We wilden naar de bioscoop gaan, naar de film Sing, want die lijkt ons echt helemaal geweldig. Die nieuwe, is het Pixar of Disney? Nou, in ieder geval die van de makers van de Minions. Is er een nieuwe tekenfilmachtig iets en die leek ons helemaal geweldig. Maar er draait alleen maar een Nederlandse versie vanmiddag en vanavond draait die pas om 8:30. Dus dan zijn we pas heel laat thuis en wij zijn echt van die mensen die op zondag vroeg op bed willen om maandag weer lekker fit te zijn. Maar goed, ik had dus helemaal mijn nieuwe choker aan en een jurkje aangedaan en panty aangedaan en mijn nieuwe schoentjes, kun je ze zien? Ja, mijn nieuwe schoentjes aangedaan. Maar nu gaan we gewoon lekker thuis chillen. We hebben net dus echt een hele toffe film gezien op Netflix. Contraband heet hij. En hij is met Mark Wahlberg. Dus ik raad hem je zeker aan. Als je een beetje van actie houdt, maar niet te veel actie, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben niet zo'n hele actieliefhebber, maar ik vond dit echt een hele goede film. En Sven ook, dus helemaal goed. Verder heb ik een avondmaaltijd gemaakt. De vorige keer vroegen jullie van Marloes, wat is je favoriete avondeten? En toen noemde ik dit gerecht. Spaghetti met garnalen en rucola erbovenop. In mijn vorige vlog plaatste ik al een link hier naartoe, naar dit recept. Maar ik kreeg er spontaan zin in, dus ik heb hem direct gemaakt. En dit ga ik lekker opeten. Zondagavond snacktime. Deze popcorn is zo lekker. Met toffee en witte chocolade. Echt covered in karamel en witte chocola. En ondertussen ben ik mijn nageltjes aan het lakken met die nagellak die ik laatst had gekocht. Goedemorgen, maandagochtend. Tijd voor een ontbijtje en natuurlijk ontbijtnieuws. Maar helaas, Jan is er weer niet. Ik heb kwark met banaan en high protein muesli. Een multivitaminepil waarover ik laatst iets schreef waarom ik die slik. Die heb ik gelinkt, dat artikel. En ik heb een kopje thee. Ik heb het echt mega druk gehad vanochtend. Ik moest eerst een nieuw schema maken voor een manier waarvoor ik heel veel schema's al heb gemaakt. Dus dat was ontzettend leuk. Toen heb ik weer die circuit training gegeven, wat ik altijd doe. Ik heb buikspierkwartier gegeven, wat ik altijd doe. En daarna kwam er een hele nieuwe klant bij de sportschool. Dus die moest ik helemaal introduceren en een beginschema voor maken. Dus ik ben aan één stuk gewoon bezig geweest. Nu heb ik een aantal cliënten, dus dat kan ik ook niet filmen. Dus jullie zien me gewoon weer als ik thuis ben en ga lunchen.
Mijn lunch zijn drie rijstwafels. Eentje met echt drie plakjes kipfilet op elkaar. Eentje met huttenkezen en avocado. En eentje met pindakaas. Dan wat snackgroenten erbij. En een kopje kuppensoep tomaat. En ik ben ondertussen een vlog aan het kijken van Willemijn en Martine. Van Two Women. Als je ze nog niet volgt, volg ook even. Want het is echt superleuk. Ik ga lekker eten. Het is trouwens een beetje een late lunch, want het is al 2:15. Maar ik heb ondertussen tussendoor even een smartbar gegeten van Body & Fit Shop. In een white chocolate smaak. Blijft een van mijn favorieten. En ik had nu pas eigenlijk echt trek. Dus maakt helemaal niet uit. Ik eet gewoon wat later vandaag. Ik ben het artikel aan het maken voor deze protein kwark. En ik heb helemaal lol met mezelf met foto's maken. Want Olaf die wil er natuurlijk ook op. Dus Olaf is er lekker bij. Verder, je ziet dus een artikel of binnenkort, oh, daar gaat mijn lepel, of hij is al verschenen op optimavita.nl over deze kwark met 20 gram eiwit. Maar dat heb ik in de vorige video ook al verteld. Maar ik vond deze kerstachtige setup wel even heel erg leuk om jullie te laten zien. Ik ben weer aan het werk. Ik ben nog steeds met artikelen bezig. Dus het is heel saai allemaal om te zien. Maar het leek me wel leuk om even een vraag te beantwoorden die ik op 10 december, dus eergisteren, kreeg. Van Stephanie of Stephanie. En ze zegt, ik vraag me af, je leeft zelf heel erg gezond. En je ziet mensen in de praktijk die soms momenten of vreetbuien hebben, snaaien. En je geeft in je vorige video aan, wees lief voor jezelf. Zelf ontzeg jezelf niet alles, maar kun je je wel verplaatsen in die ander, aangezien jij niet of nauwelijks herkent. En ze geeft ook aan van, ja, ze vindt het een beetje lastig uit te leggen, maar ik snap wel wat ze bedoelt. Want heel veel mensen denken van, hey Marloes, hoe kun jij nou je verplaatsen, zeg maar, in mensen die heel veel overgewicht hebben. En ik denk dat ik dat wel redelijk kan. Ik ben zelf echt nooit dik geweest, wel zwaarder dan ik nu ben, maar ik heb wel dat ik eten gewoon heel erg lekker vind en dat ik mezelf wel altijd moet inhouden om niet meer te eten dan dat ik eigenlijk zou willen. En hier heb ik best wel een tijd mee geworsteld en ook best wel periodes gehad waarin ik best wel veel aankwam en dan ook echt wel eetbuien had. Niet zozeer in dat ik helemaal de controle verloor, maar wel dat ik gewoon meer at dan ik wilde en dat ik niet echt tevreden was met mijn lichaam en daar echt mee worstelde. Dus ik snap in die zin wel hoe, zeg maar, je in tweestrijd kunt zijn van, hey, ergens wil ik gezond leven en afvallen, maar het is allemaal zo lekker, want ik ben zelf ook echt een Bourgondier. Nu zeg ik echt niet dat ik me helemaal kan verplaatsen in mensen met heel zwaar overgewicht, maar ik snap wel heel goed die struggle die zij hebben in hun hoofd, omdat ik dus zelf ook echt heel graag van lekker eten hou. Maar ik heb inmiddels mezelf zo ver dat ik gewoon echt kan zeggen, ik voel me niet meer schuldig. Ik kan het gewoon vaak afzeggen. En als ik het dan eet, voel ik me niet meer schuldig. Zoals gisteren, die zak popcorn die ik je heb laten zien, die is helemaal leeg gegaan. En daarna heb ik nog ongeveer, denk ik, 150 gram chocola. Dus echt een flinke reep chocola opgegeten. Dus eigenlijk een veel grotere hoeveelheid aan snacks dan je normaal zou nemen. Maar ik had er op dat moment zin in. Ik heb er ook echt van genoten. Ik heb het niet naar binnen gestouwd, maar ik heb er echt van genoten. En ik leef voor de rest best wel gezond. Dus daar probeer ik dan vrede mee te hebben. Dus ik hoop dat dat je vraag een beetje beantwoordt. Ik zeg niet dat ik iedereen helemaal begrijp, maar ik kan me wel heel goed indenken hoe moeilijk het is. En ik probeer die mensen dan met mijn eigen ervaring en met de ervaring die ik heb met andere cliënten te helpen om een anders te laten denken over snoepen en gezond eten en dat soort dingen. Wat ik wel heel mooi vind, is dat jullie me zulke kritische vragen durven te stellen. En weet ook gewoon, weet je, je kunt alles vragen. Als je benieuwd naar iets bent, vraag het gewoon. Ik zeg niet dat ik overal antwoord op geef, maar ik vind het wel heel leuk om over zulke soort dingen met jullie te discussiëren. Omdat ik gewoon snap dat zulke soort vragen er zijn. Dus heb jij ook een moeilijkere vraag of een lastigere vraag, stel hem gewoon. Desnoods op optimavita.nl, daar kan het anoniem. Dan vul je gewoon een ander e-mailadres in dan dat je eigenlijk hebt. Dan kun je het helemaal anoniem stellen. Maar ik vind het wel heel leuk om op zulke soort dingen ook antwoord te geven. Ik heb echt mega veel spierpijn van gisteren. Dus ik vind het fijn om eventjes de beentjes te gaan losmaken bij Basic Fit. Ik doe dan gewoon even heel licht cardio. Bijvoorbeeld even een kwartiertje fietsen en even een kwartiertje op cross trainer of op een heel laag tempo lopen. Maar dat is wat we gaan doen. Dat was lekker, even sporten. Ik heb alleen nog steeds wel heel erg spierpijn. Dus ik wilde vanavond even gaan rekken. Maar ik denk dat dat niet zo verstandig is.
Wat je het beste bij spierpijn kan doen is gewoon lekker rustig bewegen. Daar heb ik ook al een keer een artikel over geschreven. Die zal ik hieronder linken. Ik ben ondertussen aan het koken en ik maak andijviestampot gewoon lekker met spekjes. Niet zo gezond, maar wel heel erg lekker. De spekjes gaan bij de aardappelpuree. Ik heb ook een uitje erdoor gesneden. En daar gaat ook de andijvie door. Dan even stampen en helemaal klaar. Ik eet dus wat dit betreft lekker gewoon mee met Sven. Maakt me echt niet uit dat het een keer wat minder gezond is. Hij neemt er ook altijd rookworst bij. Meestal doe ik dan gewoon een heel klein stukje rookworst. Even voor de smaak, omdat er ook al spekjes doorheen zitten. Maar op die manier hou ik dan een klein beetje mijn balans. Maar ik hou ook ontzettend van gewone stampotten. Ik ga nu nog even werken. Het is 7 uur. Ik ben natuurlijk wat eerder gestopt omdat ik nog even wilde sporten. Dus ik werk nu nog heel even door. Ik wil deze vlog nog even editen. En die zet ik dan vanavond op optimavita.nl. En morgenochtend komt die op YouTube. Want op YouTube heb ik net een paar uur geleden een video online gezet. Dus een beetje pointless om nu nog een video te doen. Dus morgenochtend zien jullie deze op YouTube. Geef ook even aan, heb jij nog vragen? Oh, ik had nog een leuke vraag trouwens. Iemand vroeg, wat is jouw favoriete sushi? En dat is absoluut, by far. Wij gaan altijd naar Sumo. Of meestal gaan we naar Sumo sushi eten. En dan is mijn favoriet de Crispy Maki. Als je nog nooit de Crispy Maki hebt gehad, moet je die zeker eens proberen. Vriendin Annelies, die is er ook heel erg fan van. Annelies, als je kijkt, oi. En die zag mijn vorige vlog en die zei ook gelijk, sushi! Dus we hebben alweer een sushi date gepland. Dus dan ga ik zeker weer lekker genieten. En een handroll, een crab, een avocado. Even krap en avocado, Marloes. Je bent gewoon Nederlands. Krap en avocado, handroll vind ik ook altijd heel erg lekker. Maar goed, ik praat weer veel te veel. Ik hoop dat je deze vlog weer leuk vond om te zien. Als jij ook nog leuke vragen of opdrachten of wensen hebt, let me know. Ik vind het heel erg leuk dat ik nu wat meer contact met jullie heb. Totdat ik elke dag, zeg maar, jullie vragen kan beantwoorden. Geef even een duimpje omhoog als je dat leuk vindt om te doen. Vind ik wel. Je kunt me volgen op Instagram en op Facebook. Dat is allebei @optimavita. Hier vind je de vorige edities van Vlogmas. En hier kun je je abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg waarderen. Want wat is dit? I don't know. Goed, tot de volgende keer. Doei doei!